Het is weer shoplog time! Ja, ik vind het zelf altijd keileuke video's om te maken en ik merk dat jullie het ook leuk vinden. Dat zijn namelijk dus de shoplogs. Ja, ik shop wel heel graag, ik shop ook wel heel veel. En ik heb weer al een hele bestelling gedaan op de Naked website. En ik moet wel zeggen, ik heb er heel veel rekening mee gehouden dat het eigenlijk allemaal langere modelletjes zijn. Bijvoorbeeld ietsje langere truien. Een beetje een bredere jas bijvoorbeeld. Dat ik echt wel ja, de komende maanden toch ook nog wel dezezelfde truien en jurkjes kan aandoen. Ook als ik al ietsje meer zwanger ben natuurlijk. Want ja, dat groeit ook wel verder en verder. En ja, ik zou het gewoon jammer vinden moest ik dan nu kei toffe truien kopen en er dan volgende maand bijvoorbeeld niet meer in kunnen. Maar ja, kijk. Deze, hier daar zou ik toch normaal gezien nog wel een tijdje nog wel moeten kunnen inkunnen. De eerste is een hele mooie rode trui met een hele mooie kabel er zo in. Ik ken dit wel, het is echt zo'n typisch cable knit of hoe noemt ze zoiets. Het heeft ook ietsje meer poffy mouwtjes. En het is ook een ietsje langer modelletje. Ik kan het trouwens niet elke keer zeggen. Alle trui die ik heb eigenlijk aangekocht zijn allemaal een ietsje langer modelletje. Zoals ik daar naar juist ook kan zijn, dan kan ik er langer nog in. Dus, en ik heb deze besteld in een maatje small. Maar toch, ook al bestel jij bijvoorbeeld de truien op Naked website in een maatje small, die vallen toch nog echt altijd wel oversized of toch wel net zeker ruim genoeg. Ik zou zeggen, ik eigenlijk persoonlijk denk om een medium te pakken. Maar qua trui bij Naked heb ik een small. Trouwens, aan de achterkant heeft deze trui een... Dus eigenlijk zo lijntjes. In plaats van dus nog een keer opnieuw zo'n kabel knit, heb ik die dan zo lijntjes. Heel tof modelletje. Dit is echt een super, super zachte trui. Het is een grijze trui. Met opnieuw zo'n beetje iets wat losser mouwen. Vind ik ook gewoon heel handig. Zeker in de winter als het koud is, dan kan ik dat zo wat... Wat bij deze trui zo'n beetje wat langer maken. Of als ik dan moet de jas aan, dan kan ik dat nog een beetje aan trekken bijvoorbeeld. Vind ik heel fijn. En die is echt super, super zacht. En deze heb ik besteld in een maatje small ook. Ze hadden die trouwens ook nog in een hele mooie beige kleur. Ik heb nog heel lang getwijfeld of ik deze zou aankopen of die in het beige. Maar dan heb ik eigenlijk op Instagram aan jullie eventjes gevraagd met zo de beide fotootjes. Van ja, kijk dan de grijze trui of de beige trui. En jullie zeiden de grijze. Dus kijk, ik heb dus de grijze ook besteld. En nog een trui. Ja, het is toch nog wel een tijdje toch nog wel eigenlijk koud weer. Trui weer. Deze hele mooie rozigere trui. Ook opnieuw zo bijzonder mouwen. Van voren is die eigenlijk, ja, zo wat meer aansluitend. En dan de mouwen zelf zijn een beetje wat meer zo wat poffy. En die heb ik ook besteld. De maatje small. Deze mooie trui hier. Ik zelf echt een heel leuk modelletje. Ook leuk dat die echt zo, ja, verschillende kleurtjes eigenlijk heeft. Hele mooie kleurcombinatie ook. Opnieuw echt een super zachte trui. Ik heb echt eigenlijk precies allemaal voor hele zachte truien gegaan deze keer. Dus deze trui die heb ik denk ik ook opnieuw in een maatje small. Zeker ook nog wel lang genoeg. En dan ook nog een tof vestje. Een cardigan vestje, heel handig. Dus ik vind het ook wel leuk dat het echt wel wat, een iets wat tussenmaten lengte is. Zeker voor de winter, zo'n beetje wat meer cozy. Een beetje wat langer, een beetje wat gezelliger eigenlijk. En er zijn ook nog zakjes in. Vind ik ook wel altijd handig om even toch snel even iets weg te stoppen bijvoorbeeld. En ja, deze heb ik trouwens ook besteld in een maatje small. En als je goed kijkt, heeft dus echt wel zo een bredere structuur eigenlijk zo. Want het is echt, ja, ik vind het echt wel kei tof. Zoiets vind ik bijvoorbeeld ook echt heel leuk om dus te dragen op een trui. Of ik kan even ook op een t-shirt of op een topje. Dit is echt iets wat ik al zo lang wou, maar zo lang getwijfeld heb ook om het aan te kopen. Maar nu is het dan toch eindelijk het moment. Ik heb deze hele toffe teddycoat in een maatje 36 besteld. Ik zag hem op de website en ik was direct op slag verliefd. Hij zegt... Ja, weet je, hij voelt eigenlijk een beetje aan alsof dat je een schaapje aan het strelen bent. Maar het is dus natuurlijk niet echt eigenlijk wol. Maar het is echt wel, ja, ik weet eigenlijk niet welk materiaal het wel is. Maar in ieder geval, het is echt een heel erg aangenaam warme materiaal. En het heeft ook nog eens zakken. Heel handig om iets weg te stoppen. En het heeft dus eigenlijk een ritssluiting.
Als ook nog een keertje knopjes. Dus eigenlijk kan je het eigenlijk op twee manieren toedoen zoals je zelf graag wilt. En deze is dus echt bewust ook. Ik dacht dat het is al wel misschien een maatje 36. Maar ik heb er dan toch wel bewust ook wel op eigenlijk gelet. Dat dan toch die jas ook niet echt te hard een getailleerde jas zou zijn. Want dan zou ik er natuurlijk binnenkort niet meer in passen. En met deze jas die valt toch net iets wat losser. Dus dan zal ik er toch ook nog wel de komende tijd toch ook nog wel in passen. Dus ik ben heel benieuwd naar de jas zelf. En je gaat zeggen, Jolien, het is winter. Waarom koop jij jurkjes? Ja, ik ben gewoon een enorme jurkjesliefhebber. En ik draag dat echt ook wel heel graag. En ik zag dit en ja, ik was op slag verliefd, dus ik heb het maar besteld. Het is een heel mooi jurkje. In een maatje 40 heb ik die besteld, want ik vind als ik bij Naked de jurkjes in een kleinere maat bestel, valt die voor mij vaak te klein. Ik ben zelf 1,73 meter en dan valt dat vaak wat te kort eigenlijk vooral. En ook mijn boezem past er dan ook vaak niet in. Dus deze is maatje 40. Die heeft dus wel lange mouwen. Heeft ook nog een elastiek in het midden. Dat is ideaal, dat is eigenlijk net boven de buik. En dan daaronder, het onderste stukje, kan dan lekker losvallen. En dan dat past daar de komende tijd ook nog buik bij natuurlijk. Dus dit mooie zwart-witte jurkje. Dus een zwart jurkje met daar witte bloemetjes. En dus ook zo ideaal eigenlijk, ook zo in het tussenseizoen bijvoorbeeld. Dan kan ik dat perfect ook al eigenlijk dragen, want dat toch ook nog lange mouwen heeft. En dus nu eigenlijk in winter kan ik het ook perfect dragen, maar dan bijvoorbeeld met nog een extra vestje of zo erop. Of nog een nylon kousje eronder of zo bijvoorbeeld. En dan het laatste item is dit mooie jurkje in een maatje 40. Met prachtig mooie bloemen erop. Iets wat langer jurkje ook. En opnieuw met een hele mooie décolleté. En het is ook heel los. Heel los eigenlijk aan dan nog eigenlijk dus de taille. En dat, ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe dat die gaat vallen. Ik zag hem op de foto en ik vond het heel mooi. Ook heel leuk dat hij echt wat meer zo de puffy mouwtjes heeft. Met dan voor nog een elastiekje. Ik vind het handig. Dan kan je die eigenlijk zo gewoon een beetje wat opstropen je mouwen. Als je dan toch met iets bezig bent, dan hangen eigenlijk je mouwen niet de hele tijd in de weg. Of als ik bijvoorbeeld in onze zaak aan het werken ben en aan het afwassen ben, dan hangen dus de mouwen niet in de weg. Vind ik wel heel handig. Ziezo, dat was het alweer. Het valt deze keer nog wel goed mee, al zeg ik het zelf. Ik heb dan toch deze keer niet eigenlijk de volledige webshop aan het eigenlijk leegkopen geweest. Ik heb ook nog altijd genoeg items overgelaten voor jou. Als je wilt, ik heb ook nog een kortingscode. Die zal ik hieronder in de omschrijving zetten. Als ook alle linkjes van deze items, zodat jij deze allemaal gemakkelijker kan terugvinden. En ik hoop dat het voor jullie ook helpt. Ook als ik telkens nog ook wel zeg welke maat ik heb. Ik vind het persoonlijk handig als ik van iemand anders weet van bijvoorbeeld die maat past eigenlijk goed. Dan kan ik daar gemakkelijker mijn eigen maat ook een beetje wat mee afstemmen. Dus ik hoop dat het voor jullie ook zo handig werkt. Dus eigenlijk heel simpel, qua broeken heb ik op Naked een 38, anders ook trouwens een medium 38. Truitjes bestel je daar op een smalletje. De jas heb ik ook besteld in een smal, maar die toch vrij iets wat ruimer viel, een beetje oversized. En jurkjes bestel ik daar steeds in een maatje 40 op, of in een large. Gewoon eigenlijk dus qua dan de lengte en dan de borsten die er wel moeten in kunnen. Ziezo, ik hoop dat je het een leuke video vond. Dus ik ga dan eventjes de duimpjes omhoog. En heel graag tot een volgende Naked video. Of ja, tot met een volgende vlog. Tot morgen, ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.